God okari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Goedemorgen broers en zusters, waar u ook mag zijn, waar u ook zich bevindt. Met Bari Odi in een ding voor aning voor Almachtig Gado in een ding voor Jezus Christus. Ik groet u vanuit deze naam, de naam die waarvoor iedereen zich zal buigen wanneer hij komt om zijn volk op te halen in de naam van Jezus Christus. Ik dank u deze morgen dat ik mag bemoedigen vanuit het woord van God. Ik groet u. Van waar u ook bent, wat u ook doet. If you think one kese nanga your familie, your mati, your roko. Ik groet u en ik bemoedig u in God te geloven. God is de problem solver, mijn God. Daarom sta ik hier vandaag om u te bemoedigen, kijkers en luisteraars. Mensen in verre districten, Nikeri, Marowijne, Sipaliwini, Brokopondo, de mensen in de goudvelden, militairen, politieagenten, douaniers, cipiers, iedereen, artsen, leerkrachten, iedereen die werkt voor dit land, buitenlanders die hun heil hier komen zoeken. Ik groet u in de naam boven alle naam. En ik bemoedig u dat als u in een toestand verkeert op dit moment, dat u op uw knieën gaat, kijk u naar de hemelen. Dan roept u tot God. Want hij zegt in Matthäus 7, vers 7, als wij roepen, gaat hij antwoord geven. Hij zegt, als wij kloppen, gaat hij openmaken. Als we vragen, gaat hij ons geven wat we nodig hebben om te leven in vrede. Het gaat om het leven in vrede. Ik bedank de leiders van dit huis. Ik bedank het volk van dit huis, Logos International. Ik bedank u. Ik feliciteer alle jarigen van vandaag. Iedereen die iets viert vandaag, feliciteer ik. En ik zeg tegen u vanmorgen dat God een plan heeft met uw leven. En daarom bent u op dit moment, in deze tijd geboren. In Jezus' naam. Vader, ik dank u, mijn God. We prijzen u, we loven u. U bent de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de zeeën. U bent de God die leven heeft gesteld op deze gebieden, in deze gebieden, mijn God, in Jezus Christus' naam. En ik dank u, Vader, dat wij een bron hebben waaraan wij ons kunnen vastklampen. De almachtige God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die God van Jacob. Die God die Abraham heeft geroepen. Die God die Abraham heeft gezegd, wie je zegent, wordt ook gezegend. Deze God roep ik in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Hosanna. Hosanna. Het thema van vandaag is, geef gevolg aan de afspraak van jou met God. Geef gevolg aan je roeping met God. Geef gevolg. Toen Gadokari heb je afspraak gemaakt met God. Heer, ik ga dit doen als u dit voor me doet. En gaandeweg, werden we gesatisfied door de Heilige Geest. Dan vergeten we welke afspraak we hebben met God. We vergeten welke afspraak we hebben met God. En ik wil u zeggen, ga terug. Ga bij God en vraag God voor vergeving, zodat Hij, want God wil ons herstellen. God wil ons herstellen. Dus ga terug bij God om God te vragen, als we vergeten zijn welke afspraken we hebben met God.
Want wanneer wij, wanneer de Heilige Geest ons zodanig laat moven, dan ontdekken we andere dingen, dan worden we ogen open, dan zien we andere mogelijkheden. Dan vergeten wij dat God ons heeft geroepen, God ons, wij geestelijke leiders, dat God ons heeft geroepen om de zieken te genezen, om de gevangenen los te krijgen, om de mensen die in nood zitten te helpen. Dat is de roeping van God op ons leven. Ik wil met u lezen vanuit 1 Petrus 4, vers 6, vanaf 1 tot 6. 1 Petrus 4. Omdat ik u wil laten zien dat wanneer wij van bewust zijn dat wij imitator zijn van Christus, volgelingen van Christus, dan gaan wij zoveel dingen moeten feesten en zoveel dingen moeten afleggen om op de plaats te komen waar God wil dat we moeten zijn. We kunnen niet hier staan en mensen bemoedigen om een rechte leven te leven, om je best te doen tenminste, je best te doen om recht te leven, terwijl wij wij een ander leven leven. Want het volk spiegelt zich aan ons, of het volk kijkt naar ons, het volk let op ons, hoe wij ons gedragen conform het woord van God. En Petrus, 1 Petrus 4 vers 1, geeft ons een richtlijn. En hij zegt, daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachten. Dus, wij gaan ook naar het vlees leven. Sanomitunu. Dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde. Om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God. De tijd die nog rest in het leven te leven. Volgende. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen. Toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in dezelfde pool van liederlijkheid en zijn belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hen die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie gebracht. Opdat gij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden. Maar naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Dus broer en zuster, dus wat wij meemaken, vooral als wij onze best doen om recht te leven, om eerlijk te leven. Het is niet eenvoudig om eerlijk te leven. Ik ga u niet voor de gek houden. Het is niet eenvoudig als u het zelf wilt doen, uit uw eigen kracht wilt doen, om te leven volgens de wil van God. Jezus had het niet moeilijk, had het niet eenvoudig. Jezus had het niet eenvoudig, hij had het niet moeilijk. Omdat elk moment wanneer Jezus iets voor God moest doen, voor God, niet voor zichzelf, moest hij urenlang instructies van God vragen. Dus wij, als wij weten welke afspraken we hebben gemaakt met God, wij hebben die afspraken gemaakt met God. En soms zijn we voorbarig om God te zeggen wat wij voor God willen doen, in plaats te wachten dat God ons zegt wat wij voor hem moeten doen. Maar God laat ons nooit in de steek. Broeders en zusters, waar u ook mag zijn, wat u ook doet op dit moment, wat u ook feest, wat u ook meemaakt. Thuis, op uw werk, op straat,
Ik wil u bemoedigen om deze morgen God te bedanken, God te eren. Zing een loflied. Dat zegt de psalmist in Psalm 146. Zing een loflied. Prijs God. Prijs God dat je het meemaakt, je wordt de ervaring rijker. En als u praat vanuit het fundament van het woord van God, geloof, want dat is het fundament, geloof, dan gaat u merken dat anderen, zelf gelovige mensen die zeggen dat ze gelovigen zijn, gaat u ze ontdekken. Doet uw best, probeer niet. Ik wil u vragen om niet te proberen, probeert u niet om te leven volgens God wil. Doet uw best, doet uw best, doet uw best. En elke keer wanneer u best doet, gaat de Heilige Geest uw ogen openmaken. De Heilige Geest gaat u dingen laten zien die u normaliter niet ziet. De Heilige Geest gaat u mensen laten ontdekken. Want Jezus heeft ook gezegd, niet aan ieder die zegt, Heere, Heere, het koninkrijk gaan beërven, in het koninkrijk terechtkomt. Niet aan ieder. Ik wil u zeggen vanmorgen, kijkers en luisteraars, u hoeft niet angstig te zijn wat u meemaakt deze dagen. Er wordt ons, aan ons een slavenjuk opgelegd. Mensen willen bepalen hoe wij op deze aarde moeten leven. Terwijl de regelgeving, de wetten al zijn vastgelegd. Waarom? Wat is de reden dat we het wiel opnieuw moeten gaan vinden? Wij zijn imitators van God, navolgers van God. Wij zijn nabootsers van Christus Jezus. Wanneer wij het woord bestuderen, dan gaan we zien hoe eenvoudig het is om te leven op deze aarde. U gaat waar u wil. Maar wanneer wij edele mensen moeten vertrouwen, dan gaat u zien dat u een slaaf, dat wij slaven gaan zijn. Omdat wij populair willen zijn. Omdat wij zichtbaar willen zijn. Omdat wij in bepaalde gemeenschappen willen komen. We willen komen. Terwijl God ons in die gemeenschappen moet plaatsen. Wanneer wij onze best doen, dan gaat God zeggen, u bent gekwalificeerd om deel te hebben en zo'n gemeenschap. Maar let wel. Met een lobby woord to jaloezie. Onbegrip. Onbegrip. Ze begrijpen je niet. Ze weten niet van welk uit bron je tap. Gaat ontstaan. Dan gaan ze tegenover u staan. Ze gaan u heel wat dingen zeggen. Heel wat dingen naar u toeslingeren. Maar maak u zich geen zorgen. Leef, wandel naar de Geest. Zoek de Heilige Geest, roep de Heilige Geest. En ik wil u verzoeken om de Heilige Geest niet 5 minuten, niet een uur te zoeken. Uren de Heilige Geest te zoeken om richting van Hem te krijgen. Zodat u de juiste handelingen zodat u de juiste handeling pleegt. Broeders en zusters, ik kan u verzekeren dat als u op uw eigen kracht wil leven hier op deze aarde, inogomeking. Als u rijk wil zijn vanuit uw eigen kracht, inogomeking. Maar wanneer u Gods stem hoort, wanneer u begrijpt dat God u richting geeft, God na je visie man, wat ons volkslied zegt. Wanneer u dat begrijpt en u gelooft dat alles wat u doet voorafgaand bij deze God moet gaan door de Heilige Geest in Jezus Christus naam, dan gaat Hij u zeggen wat u moet doen. En om het bevestigd te krijgen heeft God ons profeten gegeven. Het zijn speciale mensen die God heeft gevormd, heeft geplaatst op deze aarde. Omdat God niet wil dat we dingen zelf doen. God wil mensen zetten om ons te ondersteunen, om ons te helpen. Om ervoor te waken dat wij niet in een put terechtkomen. Wanneer we de Bijbel lezen, dan zien we dat
de koningen toen teruggingen voordat ze opdracht uitvoerden. Naar de profeten om te vragen naar Gods richting. En Mikantegi, broers en zusters, geliefden, als u dat doet, dan gaat u merken dat u minder tegen muren gaat lopen. Muren is een obstakel, muren is een weerstand. En ik garandeer u, dat God staat met open armen. God staat met open armen. Wanneer we lezen in Jesaja, ik denk dat het 65 moet zijn of 60, maar in Jesaja staat het geschreven, dat God met wijd open armen op ons wacht. Doen we bij Look of God, we willen niets van hem weten, stond hij op ons te wachten. Gelukkigerwijs heb ik hem gevonden. Ik heb hem gevonden en ik kan u zeggen, ik ga niet terug van waar ik kom. Men kan zeggen wat hij wil, ik ga niet terug van waar ik kom. Afgelopen dagen was ik bezig met God en God heeft mij een woord gegeven. Stil! Wees stil! En dit woord heb ik lang geleden van God gehad. Maar tijdens die jugu-jugu, tijdens de dingen die op je afkomt, dan wil je dingen doen met je eigen kracht, vanwege je ervaring. Het leven begint als vanzelfsprekend te lijken. Toen ben ik gaan zitten. Ik ben gaan praten met God over hetgeen wat heden ten dagen gebeurt. Omdat ik me niet kan voorstellen dat mensen zo omgaan met andere mensen. En toen zei de Heer tegen mij, wees stil, wees stil. Doe je best. Doe wat ik je zeg. Leef naar de geest. Wandel met de geest. Wandel in de geest. Wandel door de geest. Is dat wat Romeinen 8 vers 3 zegt tegen ons? Romeinen 8 vers 3. Het staat geschreven, wandel in de geest. Deze dagen, deze momenten. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Ga door. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid met het vlees. Gezindheid met het vlees. Je doet dat niet, je fieri, je king en fieri. Je drinkt op je. Vooral wanneer we vrouwen zien, geloof me, dan komen er andere gevoelens. Andere gevoelens. Maar God heeft ons een vrouw gegeven. God heeft voor elke man een vrouw. En hij zegt, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid met het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben gezindheid naar de geest. Volgende. Want de gezindheid van het vlees is dood. Maar de gezindheid van het vlees, van de geest, is leven en vrede. God wil dat we moeten leven in Libi. Maar in Libi in vrede. En zo lees je, soms willen we leven in vrede met mensen. En ze snappen ons niet. Soms wil je best doen, broers, en je doet je best om te leven naar vrede, om mensen te onderwijzen, om mensen bij te staan. Ze zien alsof je ze aanvalt. Maar ik kan u zeggen, wanneer u te lang uit een gezichtsveld blijft, dan gaan ze je opzoeken. En dan moeten we voorzichtig zijn als ze niet zeggen dat je hoogmoedig bent geworden.
Libisma na libisma hou rekening. Daarom zegt het woord wandel naar de geest. En de Heer zegt tegen mij afgelopen dagen, wees stil. Wees stil. Er zijn 5 fundamentele werken van God. En dat kunnen we vinden in Psalm 146, vers vanaf 7 tot en met 9. Leest u ze. God wil ons bevrijden. Hij wil blinden laten zien. Dingen die je normaal niet ziet, wil hij dat wij het zien. Hij gaat ons het laten zien als wij wandelen in de geest. Mensen die gebukt gaan, mensen die door dingen gaan, zorgen gaan. God wil je helpen, God wil verloos je, God wil niet, adena God wil niet. God houdt van mensen die hun best doen om recht te leven, oprecht te leven. God houdt van deze mensen. God beschermt mensen in het buitenland en zorgt voor wezen en weduwen. Dat zijn de fundamentele werken van God. Zachariah heeft aangegeven toen God hem een opdracht gaf. Heeft Zachariah 4 vers 6 aangegeven dat wij niet moeten leven of dingen doen met onze eigen kracht. Hij zegt niet door kracht en niet door geweld, maar door de geest van God. Zachariah 4 vers 6. Toen die engel tot hem sprak, zei hij, antwoordde mij. Dit is het woord des Heren, de Zerubabel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. We moeten dingen doen door Gods geest. Hoor je na een afspraak, zei je mek na een gado. En ik wil u verzoeken, broeders en zusters, kijkers, lobbywang, vrouwen. Ik wil u zeggen, vrouwen, u bent bijzonder. Ik heb altijd respect voor vrouwen, omdat vrouwen leven dragen. Vrouwen lopen soms met 2 geesten. Je eigen geest en die geest die ze dragen in hun binnenste. U bent geweldig. Daarom bid ik extra bid ik voor vrouwen. Dat vrouwen hun open gaan, zodat ze zien of kunnen zien wat God van hun verwacht. In Jezus' naam. En toen God Abraham riep, en als God u ook roept, geldt dezelfde woorden voor u. Heeft God tegen Abraham gezegd, in Genesis 12, vers 1 tot 3. Heeft God gezegd, ik ga afronden met deze tekst. Wanneer u het goed doet, laat me niet zeggen goed, wanneer u het juist doet. Want alles wat we doen is goed, maar niet alles is juist. Wanneer we onze best doen om gevangenen los te krijgen, zieken te genezen, mensen die gebukt gaan te ondersteunen, dan gaat God ons zegenen. Want hij zegt tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Sta op. Move. Ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Mijn mensen. Als we het begrijpen. Ik zal zegenen wie u zegen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden. Als u, geloof me broers en zusters, ik zeg u deze morgen. Wandel in de geest. Kar gado, kar santayeye, takanga santayeye. Dan gaat God gebieden voor u vrijzetten. Dan gaat God u sturen naar gebieden. Ik verzeker u dat. En elke stap die u zet,
gaat God ervoor zorgen dat u gezegend wordt. Mensen gaan u zegenen. U hoeft geen zegen te vragen. Mensen gaan u zegenen. Ze gaan u geven wat u nodig heeft. In de naam van Jezus Christus. Ik bedank u deze morgen dat ik u kon bemoedigen vanuit Gods woord. Kijkers en luisteraars, Lobiwang, waar u ook mag zijn. Zij doet, zij feest. We want tegen u die de man ten opoknapu. God op je kinderen, dat God op je me. Dat je wanneer morgen snel, dat je God bevestigen door een tramang. Omdat hij zegt, in zijn woord, of er staat geschreven in zijn woord, dat hij bidder niet laat staan. Degene die tot hem roept, zijn gebed vermag kracht. If you there, we want beginning aan you, as u iets feest, we want beginning aan you. Als u iets meemaakt, we want beginning aan you. Als u leven wil geven, wil ik u vragen om een houding aan te nemen. Kom je biggie kort naar jou. En daarna gaan we het geheel afsluiten. Gili bina gado, namoro mooi san zij kan doen. Masra gado met takitangi, ti de manting. Abrara nga sa, sang wan gi elibi ti de manting. Masra we poting in you anu, omdat you nu, you gi unu as geestelijke leiders autoriteit. Vader, ik zeg ze, ik leg ze in uw handen en zeg me na, Heer, vergeef mij mijn zonde. Heer, ik heb een leven geleefd en nu ontdek ik dat het leven niet van u is. Maar ik vraag vergeving, Heer, voor alles wat ik heb meegemaakt die niet van u is, die niet van u komt. Heer, ik vraag vergeving als ik andere geesten heb gediend. En ik dank u daarvoor, Vader. Ik geef mijn leven opnieuw aan u. Ik geef mijn leven aan u, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen en ik vertrouw en ik geloof dat u mijn leven zal redden. U mijn richting zal geven om een ander leven te leven. In de naam van Jezus Christus. Dan moet ik beginnen aan jou. Vader, ik dank u mijn God. We prijzen u. Heer, we bidden voor vrouwen. We bidden voor leiders. Vrouwen die hebben een bijzondere verantwoordelijkheid hier op deze aarde. Ze moeten leven dragen, mijn God, in Jezus Christus naam. En soms willen mensen dat ding overnemen, Heer. En wij laten het toe, Heer. Heer, kom op tegen al deze sterken die hier achter staat. We binden ze, mijn God. We binden hun werken in Jezus Christus naam. En we verlossen, mijn God. U zegt, wat we binden op deze aarde, wordt ook in de hemel gebonden. We verlossen, Vader, die kracht van u, die in u in ons heeft gestopt tijdens de geboorte. Niemand kan erop komen, Heer. Heer, ik leg Suriname in uw handen. Ik leg de aarde in uw handen. U heeft de aarde gebouwd. U heeft de zeeën gebouwd. U heeft de hemelen gebouwd. In Jezus Christus naam. En ik vraag u, Heer, leid ons, Vader, wanneer wij het niet meer zien. Wanneer het lijkt alsof we het niet meer zien. Leid ons, Vader, zodat wij met opgeheven hoofden kunnen lopen, Heer. Wandelen, Heer, door de ganse land. In Jezus naam. Amen. My best is yet to come.